Nee, ik? Nee, ik kan dat helemaal niet. Oh nee, waarom niet? Ik kan dat gewoon helemaal niet. Ja, en jij zeker niet. Wie wil jij? Ja. Dat is niet eerlijk. Zeg, zijn jullie weer een ruzie aan het stoppen of kan ik het oplossen bij Henkelparcours? Kinderen proberen zelf een ruzie op te lossen in de basisschool Hinkstapsprong in Oppoeteren bij Mazeik. Dat doen ze door bij elk conflict dit Hinkelparcours te volgen, waarbij elk vakje zijn eigen betekenis heeft. Staan op het vakje van stop-hou-op. Als we ruzie hebben, moeten we hier stop-hou-op zeggen. Hier moeten we luisteren naar elkaar als we ruzie hebben en we moeten beginnen met de ik-boodschap. Dit vakje is als we het zelf kunnen oplossen zonder de juffrouw. En dit vakje betekent dat we het opgelost hebben en dat we terug fijn kunnen gaan spelen. Dit Hinkelparcours leverde de school de Pesten dat kan niet prijs op van de VZW Tumult. Een mooie erkenning vinden ze hier, maar dit initiatief was wel gewoon broodnodig. Ouders hadden het gevoel dat we niets deden. Voor kinderen raakten problemen niet opgelost. En leerkrachten raakten frustreerd omdat zij het gevoel hadden dat er heel veel gebeurde, maar het kwam niet over en het werkte niet. De basisschool werkt sinds begin dit jaar met het Hinkelparcours. De kinderen zijn unaniem tevreden over dit project. Want pesten, dat mag gewoon niet. Het werkt eigenlijk wel echt. Per dag worden er wel heel veel conflicten opgelost. Ze leren dan hun eigen ruzies oplossen en soms die juffrouw, soms niet. Ik werd zelf in het eerste gepest het hele jaar door. Op welke manier werd je dan gepest? Ja, ze begonnen altijd met schoppen en slaan op mij. En wat heb je toen gedaan? Altijd tegen de juf gezegd. En is het nu opgelost? Ja. Naast de erkenning kreeg de school ook een geldprijs van 2000 euro.